maar werkt natuurlijk niet op een telefoon. Hier in bij de Sollandse Heuvelrug, ik kijk goed om me heen. In de schemer zijn ze actief. De meikever, ik zag er echt veel. Kom. Die zag er net een paar op mijn hand zitten. Super coole kevers. Echt, nee, die is voor mij. Centimeter of 3. En ze zijn schemeractief. Dat wil dus zeggen dat ze tijdens de schemer wakker worden en gaan bewegen. Overdag zitten ze in bomen. En het zijn larven. Het zijn natuurlijk insecten. Dus in hun juveniele fase, als ze niet adult zijn, dan, dan zitten ze onder de grond. En dan vreten ze aan wortels van bijvoorbeeld allerlei gewassen. Ze zijn helemaal niet zo geliefd. Maar het zijn echt wel hele vette beesten. Heel cool. Het is wow. Vloog er een tegen me aan. Kijk. Hier, bam. Het is te donker, denk ik. En dan vliegen ze naar bomen en dan rusten ze, rusten overdag dus in die bomen. Oh, dat ging niet. Ah, super cool. Meikevers. Ja, dus het is mei. Ik vind het mei, dus heel leuk. Meikevers in mei. Oh, er zijn hier zoveel.